Hartelijk welkom bij deze Witte Veen en Bos Plustalk. In een Plustalk bieden we een podium aan één van onze professionals die kennis deelt over het vakgebied waarin hij of zij actief is. Mijn naam is Marinus Alberts en ik ben waterbouwkundig ingenieur bij Witte Veen en Bos. Ik ben een dijkenbouwer en een dijkbouwer is dan ook het mooiste wat er is. Collega's en vrienden vragen me wel eens, maar wat doe jij nou eigenlijk de hele dag? Zit je nou de hele dag een beetje te rekenen? Nou ja, dat zou ik graag willen, maar ik zit ook veel met beheerders om te kijken hoe maken we een dijk die later te beheren is. Met de landschaparchitect, hoe maken we een dijk die inpast in zijn omgeving. Met subsidiënt, wordt niet te duur hè, niet te duur maken. En met de bewoners in een buurthuis, om uit te leggen hoe de dijkversterking bij hun in de tuin wordt. Veel communiceren dus. Communiceren met verschillende mensen op verschillende niveaus. En dat kan wel eens gruwelijk misgaan. En daar wil ik jullie iets over vertellen. Ik neem jullie mee over 2 jaar geleden. 2 jaar geleden zat ik in een verschrikkelijk complexe dijkversterking van de Markermeerdijken. Complex om 2 redenen. De bewoners en de nieuwe techniek. Die bewoners, die lusten ons wel rauw. We zijn inmiddels 12 jaar bezig met een dijkversterkingsproject. En er zijn inmiddels vele waterschappers, vele ingenieursbureaus, vele adviseurs, externe adviseurs bijgehaald. En die hebben allemaal wat geroepen. En inmiddels staat dan ingenieur Spuit 11 op de stoep die vertelt hoe het volgens hem moet. En dan de tweede, de nieuwe techniek. Er is een nieuwe norm ontstaan. Dat gebeurt zo eens in de 60 jaar, dus dat was natuurlijk een perfecte timing in deze 12 jaar. Er is veel veranderd. Het is een state-of-the-art waterbouwkunde. Top of the bill van wat wij kunnen in Nederland. Maar het is ook heel erg complex, met veel technische ontwerpvrijheden. Nog even terug naar die bewoners. Het probleem zit hem erin dat wat de ingenieur bedoelt en wat hij zegt en wat vervolgens die bewoner daarvan verstaat en begrijpt. Ik zal ervan een voorbeeld noemen. We zitten bij een bewonersbijeenkomst en die mensen willen de dijk zo steil mogelijk maken. En dat kan. Als die steiler wordt, wordt die alleen wat hoger. Zeg even NAP plus 4 meter. Maar ja, dat zegt die bewoner natuurlijk niks. Weet u op hoeveel NAP deze vloer nu ligt? Die bewoner wil gewoon weten, hoeveel gaat die dijk nou omhoog? Ja, en dat is niet zo eenduidig, want die dijk is 100 jaar oud en is in de loop van de tijd gezakt. En op sommige plaatsen meer dan op andere plaatsen. Dus om niet het verkeerde antwoord te geven, zeg ik nou, laten we zeggen over ongeveer 30 centimeter en op een paar plekken 1,5 meter. Wat? 1,5 meter? Heb je dat gehoord? Die man wil hem 1,5 meter omhoog gooien. En toen dacht ik al, het kon wel eens dat dit niet helemaal goed wordt opgepakt. Maar goed, ik denk, het is best een redelijk alternatief. Als ze er nog eens een nachtje over nadenken en nogje over slapen, dan snappen ze wel dat als een dijk ergens plaatselijk meer gezakt is, dat hij dan daar wat meer omhoog moet. De volgende ochtend bij het ontbijt. Ik sla de krant open. Woedend Uitdam richt zich tegen regelrechte, onverteerbare bedreiging. U snapt het al, de geest is uit de fles en elke nuance is vervolgens verdwenen. En ik dacht bij mezelf, hoe kunnen we dat nou beter doen? Hoe kunnen we nou beter uitleggen en laten zien wat we bedoelen, zodat de bewoners het ook beter snapt en begrijpt en invoelt? En dan die nieuwe techniek. Die nieuwe techniek is natuurlijk nieuw voor ons, en dat is het ook voor de overheid. En we komen al heel snel in een hele ingewikkelde discussie over de randvoorwaarden waarmee we die dijk uitrekenen. Over de kruinhoogte, hoe we die bepalen. En de subsidiënt gaat er direct met gestrekt been in. Die zegt, die dijk die kan veel lager als je maar meer water over die dijk toelaat. En dat kan. Een dijk kan meer water aan hebben, maar zoals je rechts ziet, wordt hij daar ook instabieler van. En ik vond het maar een hele rare discussie. Want aan de ene kant had ik met de bewoners de dijk juist smaller en steiler gemaakt. Daardoor werd hij hoger. En vervolgens zit ik met de subsidiënt in de discussie om hem weer lager te maken, waardoor hij aan de binnenkant breder moet worden. En ik dacht, hoe kunnen we dat nou beter doen? Hoe kunnen we nou beter laten zien dat als je aan de ene uitgangspunt gaat draaien, dat je ook aan de andere uitgangspunt gaat draaien en wat het effect is van die twee? En in mijn beleving kan dat door zien en door te beleven. Zien wat die 30 centimeter, wat die 4 NAP is in een omgeving die omhoog en naar beneden gaat. En beleven, zelf aan de knoppen mogen zitten, zelf in dat ontwerp mogen spelen en zien wat het effect is daarvan. Want een dijk kan niet en steiler en lager en smaller.
2 jaar geleden kwam virtual reality een beetje op en we zag daarin de perfecte toepassing. We hebben VR Dijk ontwikkeld. Je zit in een luchtballon en je zweeft over een virtuele wereld. Een virtuele wereld waarin de dijkversterking is ingeprojecteerd. Zo kan je goed overzicht hebben over hoe het van bovenaf uitziet. Wil je echter het zien hoe het bij jou in de tuin is of op de dijk, dan stap je uit de luchtballon en zie je het ontwerp vanuit de dijk of vanuit je tuin. Van elke positie die je maar zou willen. Het punt is namelijk, als ik naar zo'n bewonersbijeenkomst ga, dat iedereen met verschillende achtergrondsvragen naar zo'n bijeenkomst gaat. De een die wil weten, komt die berm bij mij in de tuin? De volgende wil weten, wat is mijn uitzicht vanuit mijn raam? De derde wil weten, hoe is het aan de buitenkant, want ik ga er altijd zwemmen. En daarvoor is het perfect. Nu kan die bewoner letterlijk zien. Zien vanuit elke vraag die hij heeft en de antwoorden vinden op de vraag die hij heeft. En daarnaast is het ook beleven, want het is een parametrisch model. Dat wil zeggen, het rekent de alternatieven vanzelf door. Je kunt hier zien hoe je een keuze kan maken tussen een hogere en steilere dijk en een flauwere, lagere dijk. En ik heb er nog een filmpje van gemaakt waarbij je het nog wat iets beter kan zien op de achtergrond dat wij keuzes maken en hoe op de achtergrond de dijk wijzigt. Enerzijds helpt dit dus voor het begrip. Het begrip van als iets steiler wordt, dat die hoger wordt. Anderzijds helpt het ook die bewoner nog eens te na te denken over die afweging. Ik vroeg wel om de steilste dijk, maar nu ik die heb, misschien wil ik hem toch liever iets lager en dan maar iets flauwer. Dus nog eens nadenken over de eisen die men stelt. 2 jaar geleden zijn wij aan de slag gegaan met VR Dijk, met collega's. En dat is best heel goed gegaan. Witteveen en Bos geeft heel veel ruimte aan als je een goed idee hebt om dat verder uit te ontwikkelen. Ik wil nog maar even in herinnering brengen, het Plus Innovatieprogramma. Als je een goed idee hebt, dan hebben we daar alle ruimte voor. Het is heel goed gegaan en we zijn vorig jaar geselecteerd voor de Waterschaps Innovatieprijs. En afgelopen voorjaar hebben we de tool voor het eerst verkocht. U ziet hier, de klant heeft in een informatiecentrum zelfs de luchtballon nagemaakt. Je kan er echt instappen. Beleef deze dijkversterking vanuit elke positie en hoek die je maar wilt. Dus vanaf nu af aan nooit meer dit soort krantenkoppen. Maar vanaf nu af aan alleen nog maar superblije bewoners die zich uitspreken voor een fantastische en uitmuntende oplossing. En ik kan er nog aan toevoegen, toevallig gisteravond is het projectplan ook echt goedgekeurd. En dan nog iets waar ik flink tegenaan loop. Zo'n project loopt natuurlijk door en we zitten in de MER-fase, de milieueffectrapportage. In die fase wordt de dijkversterkingsalternatief, gaan we bijvoorbeeld aan de buitenkant versterken, van de binnenkant versterken, vanuit allerlei perspectieven nog eens tegen het licht gehouden. Bijvoorbeeld de landschapsarchitect, die zegt, ik wil dit mooie dijkje behouden. Nou, zegt die beheerder, dat is prima, als ik er maar goed breed kan maaien en goed onderhoud kan plegen. Nou, zegt de archeoloog, moet wel voorzichtig zijn, want er ligt een hele bijzondere Romeinse muur op deze dijk. Ach, zegt de ecoloog, ik wil al die bloemetjes en bijtjes en bomen graag behouden. En vanuit deze perspectieven moeten zij kiezen, gaan we naar binnen of naar buiten versterken. En dat gaat nu heel goed. Maar ik denk dat dat nog beter kan, deze afweging maken. En ik denk dat dat beter kan als we de VR Dijken tool verder doorontwikkelen. Want alternatief 1, 2 en 3 zijn misschien niet de beste oplossing tegen de beste prijs. Er zijn in werkelijkheid namelijk wel honderden alternatieven. Maar die kunnen wij natuurlijk niet allemaal gaan beoordelen. Bovendien zouden wij die dan allemaal moeten uitrekenen, uittekenen in technisch tekening, en vervolgens nog om moeten zetten in een beeldend landschapsplaatje. Want ook die archeoloog en die ecoloog hebben liever zo'n plaatje om te beoordelen dan een technisch tekening. Wat dat betreft zou zo'n VR Dijken tool wel een hele goede toepassing zijn. Maar goed, terug naar die 3 alternatieven. Wij gaan als ingenieurs aan de slag en berekenen deze 3 alternatieven. Die berekenen wij met randvoorwaarden die wij krijgen. Randvoorwaarden die wij krijgen van de landschapper en de beheerder in dit geval. En dat is op zich logisch, want zij zitten veel meer aan de ontwerpkant van een dijkversterking. De archeoloog en de ecoloog zitten wat meer aan de gevolgenkant van een dijkversterking. Ik heb een archeoloog nog nooit horen zeggen, nou, ik wil wel dat de dijk tenminste zo en zo stijl is. Dat is op zich prima, maar dat betekent dat deze 3 alternatieven met name ingegeven zijn vanuit de andere 2 aspecten en niet zozeer vanuit de archeoloog en de ecoloog.
Het probleem is dus, die landschappen en die beheerders zijn wel akkoord met dit ontwerp. Want zij hebben zelf die randvoorwaarden gegeven. Maar is het ook de beste oplossing voor de ecoloog en de archeoloog? We komen in die MER-fase. En dit zijn de drie alternatieven. Voor de MER-specialist zijn dit de enige drie die ze beoordelen. En één van deze drie gaat het dan ook worden. Het probleem is, er zijn in werkelijkheid dus oneindig veel alternatieven die we niet allemaal kunnen beoordelen. Dat is ook geen doen om die allemaal op tekening te zetten. En de alternatieven die we hier zien zijn bepaald door met name de beheerder en de landschappen. Maar wat nou als die MER-specialist een model heeft waarmee ze zelf aan de knoppen kan zitten? Dat ze zelf kunnen zien wat de gevoeligheden van zo'n ontwerp zijn. Wat de bandbreedte uiteindelijk is van dit alternatief. En daarvoor neem ik jullie mee wat wij uit Feiertijken toe heb ik er even uitgehaald en opgelicht. Stel, ik ben ecoloog en ik wil dat er zo min mogelijk natuur verloren gaat. Ik heb hier die drie alternatieven die we gaan beoordelen. Alternatief 1, daar gaat 6 hectare natuur verloren. Alternatief 2, 7 hectare. En alternatief 3, 5 hectare. Die ecoloog die kiest natuurlijk voor alternatief 3, het minste natuur dat verloren gaat. Maar stel nou dat hij had geweten wat de bandbreedte van bijvoorbeeld alternatief 1 is. Hier staat het minimale en het maximale hoeveelheid natuur die verloren gaat binnen deze buitenwaartse alternatief. Die 6 hectare die ik u net gaf, is dus één van de oplossingen. Namelijk gebaseerd op de rode lijnen van de beheerder en de landschapper. Maar er is ook een alternatief waarbij de dijk wat steiler is en wat hoger, dat blauwe alternatief, wat veel minder natuur verloren gaat. En dat is de bandbreedte die dit buitenwaartse alternatief heeft. En zo hebben we voor alle alternatieven alle bandbreedtes. Kijk, en nu de ecoloog dit weet, en hij ziet weer deze stippen, zegt hij nou, misschien is alternatief 1 wel een interessante. Want ik weet dat daar een eentje is die nog minder natuur verloren laat gaan. Kijk, en dit is het moment, hier zit de crux. Dit is het moment waarop de ecoloog in gesprek moet gaan met die beheerder en die landschapper. Om samen te kijken van, wat waren nou jouw uitgangspunten die tot dit ontwerp heeft geleid? En hoe zouden we die uitgangspunten kunnen aanpassen, zodat er toch minder natuur verloren gaat? En mijn ervaring is, daar valt best over te praten. Want die landschapper en die beheerder heeft op voorhand ook maar gedacht, dit zou ik willen. Maar niet geweten wat de consequenties daarvan waren. Als nou iedereen begrijpt wat mekaars achtergrond en wens is, dan pas komen we tot het optimale ontwerp tegen de laagste kosten. Want als we nou ook nog die kosten namelijk zouden toevoegen. Misschien kiest die ecoloog dan wel voor alternatief 2. Een aangepast alternatief 2. Tegen minder kosten. En zegt hij, ik wijk af van alternatief 3, wat weliswaar nog iets minder natuur verloren gaat, maar wat veel duurder is. En ik laat me compenseren met mitigerende maatregelen, of ik koop ergens anders een stuk natuur wat ik kan beheren. Het punt is dus, als die MER-specialisten niet meer deze drie alternatieven als waarheid aannemen, maar zien wat de bandbreedtes zijn van die alternatieven, dan kunnen ze met elkaar in gesprek gaan en tot een optimale oplossing komen. En dat is nou precies wat de afstudeerder aan de TU Delft, die ik begeleid, aan het doen is. In een kwartier zet hij alle rekening klaar en de computer rekent daarna een hele nacht door. Honderden, duizenden, letterlijk duizenden berekeningen die er worden gemaakt. De computer bepaalt welk van die alternatieven voldoet. En van de ontwerpen die voldoet, bepaalt hij de gevolgen. De gevolgen op elk aspect die jullie maar kunnen bedenken. Hoeveel huizen gaan er verloren? Hoeveel landbouwgrond gaat er verloren? Hoeveel natuur gaat er verloren? Hoeveel kost het alternatief? Etcetera, etcetera. En hij heeft ook nog gekeken voor welke MER-specialist wat relevant is. De MER-specialist heeft dus nu een Feiertijken tool in handen. Met een bandbreedte van wat het ontwerp doet in zijn omgeving. Hij kan in de rode knoppen zitten en zien hoe het model wijzigt en wat hij daarvoor moet doen. Met deze tool hebben we ze dus in handen om tot een optimale oplossing te komen. Zij kunnen met elkaar in gesprek gaan. Ze kunnen zich als het ware als een dijkontwerp gaan opstellen. Feiertijken is nu een communicatietool geworden. Met Feiertijken kunnen bewoners dus zien hoe een dijkontwerp zich in hun tuin eruit ziet. Ze kunnen ermee spelen en beleven. Wat doet het nou, de technische keuze die ons voorstaat? En datzelfde geldt voor die MER-specialist. Die MER-specialist
die kan dan ook het ontwerp toepassen en kijken wat de bandbreedtes zijn van het ontwerp. En op die manier tot de optimale, beste oplossing komen tegen de laagste kosten. Dus als die bewoners of als die kennis of die vriend nog eens aan me vraagt, wat doe jij nou eigenlijk de hele dag? Nou, ik communiceer me dus helemaal suf met die bewoner en met die MER-specialist en met de subsidiënt. En als zij uiteindelijk het alternatief hebben gekozen, dan komt de dijkenbouwer en die maakt er een mooi ontwerp van. Want het mooi ontwerp maken is nog steeds het allerleukste wat er is.